Voor het jaar 2019 zijn er 67 40 voet containers aan vuurwerk geïmporteerd. Dit zegt brandweervoorlichter Harvey Lying in gesprek met onze nieuwsdienst. Dit aantal is tweemaal als dat van 2019, zegt Lying. Vanaf begin van deze maand is de brandweer begonnen met haar jaarlijkse vuurwerkcampagnes op verschillende scholen en buurten. Vorig jaar waren we op een totaal van 34 containers. Dus u snapt van 40 voeten, let wel van 40 voet. En u snapt hoe meer vuurwerk het land binnenkomt, hoe groter de risico's of hoe groter de gevaren zijn. Omtrent illegaal vuurwerk, daarvan kunnen we nog niet praten, omdat er een andere afdeling is, afdeling preventie. En die heeft die rapportage nog niet naar ons toegebracht. Lang geeft verder aan dat importeurs elk jaar onder een andere naam verschillende types illegaal vuurwerk laten halen. Dus wij zijn en blijven alert, zegt de brandweervoorlichter. Omdat er volgens hem altijd naar gestreefd wordt een laag aantal of helemaal geen vuurwerkslachtoffers te hebben. U hoort ook brandweervoorlichter Anthony Grootvaam, die de samenleving op het hart drukt de tips die elk jaar worden verstrekt stip op te volgen. Omtrent het vuurwerkslachtoffers is er een daling waar te nemen. Het was zo, of het is zo dat er in 2016, 2017 25 slachtoffers waren. 2017, 2018 waren er 12 slachtoffers. En in 2018, 2019 zaten we op een aantal van 10. Dus de brandweer hoopt dit aantal nog lager te brengen? Absoluut. Wij proberen het aantal zo veel als mogelijk te reduceren. Nou, zoals elk jaar weer, en geef ik de mensen mee, dat bij het afsteken van vuurwerk, dat ze een aansteekstokje gebruiken. Dat is een wierook. En natuurlijk een veiligheidsbril aanschaffen bij het afschieten van vuurwerk. Ik zou de mensen willen vragen dat zij letten op de kinderen. Vooral dat de kinderen niet alleen buiten spelen met vuurwerk. Als we, zoals iedereen weet, zijn kinderen de meeste slachtoffers weer elk jaar. Dus let op de kinderen wat ze gaan kopen. Ze mogen niet zelf vuurwerk aanschaffen. Ga mee met ze naar de winkel. Bij het afschieten als ouder, stap samen met ze met het afschieten. En let op de knallers, dat je geen knallers gaat kopen of aanschaffen voor de kinderen. Ook de volwassenen zou ik willen zeggen met deze feestdagen. Gebruik geen alcohol tijdens het afschieten van vuurwerk. Dat gaat vaak genoeg mis. Anthony Grootvaam en daarvoor Harvey Lying, brandweervoorlichters. Wij spraken ze naar aanleiding van de vuurwerkperiode die binnenkort aanbreekt. De samenleving mag vanaf 27 december tot en met 2 januari vuurwerk afschieten. Na die periode is het streng verboden, benadrukt de voorlichtingsafdeling van het Korps Brandweer Suriname.